De beschuldiging is duidelijk, hard en ondubbelzinnig. Het Openbaar Ministerie en de politie in Amsterdam zijn verantwoordelijk voor de ontbinding van het IRT, het Interregionale Rechercheteam. Dat staat in het eindrapport van de commissie Wieringa over de IRT-affaire die tot een grote vertrouwenscrisis heeft geleid tussen de politiekorpsen van Amsterdam en Utrecht. Hoofdverantwoordelijken voor dit drama, aldus de commissie, zijn procureur-generaal Van Randwijk, hoofdofficier van justitie Wrakking en hoofdcommissaris Nartholt. Commissievoorzitter Wieringa met het eindrapport, waarin pijnlijk nauwgezet de IRT-ondergang wordt beschreven. Het superteam dat op een zwaar bewaakte locatie zelfstandig werkte en dat zou worden ingezet bij de bestrijding van de zware criminaliteit. Het moest drugslijnen oprollen. Maar begin november vorig jaar vindt de Amsterdamse IRT-teamleider dat gebruikte methodes niet door de beugel kunnen. De commissie beschrijft hoe vervolgens onder andere de hoofdcommissaris, de hoofdofficier en de minister worden ingelicht. Er volgt chaos. Er zijn vele ruzies gemaakt, misverstanden gerezen, vergaderingen gehouden zonder duidelijke conclusies. Hoofdofficier Wrakking vond vervolgens dat hij niet langer verantwoordelijk kon zijn voor het IRT en meende dat er te veel oud zeer opdoemde. In een persbericht kondigde de toenmalige burgemeester Van Tijn, hoofdcommissaris Nordholt en hoofdofficier Wrakking de opheffing van het team aan. De politie van Utrecht reageerde woedend. Volgens hoofdcommissaris Wiarda was het IRT ten onder gegaan aan corruptie binnen het Amsterdamse korps. De commissie concludeert dat de oorzaak van het opheffen van het team heeft gelegen in spanningen binnen het Openbaar Ministerie en binnen de politie. Dat is de oorzaak dat het IRT tenslotte is opgeheven, gecombineerd met de standpunten van de heer Wrakking. De commissie oordeelt over hoofdofficier Wrakking dat hij overijld en ondoordacht gehandeld heeft. En zegt over procureur-generaal Van Randwijk, doortastend optreden bleef achterwege. Ten slotte hoofdcommissaris Nordholt, die had veel onheil kunnen voorkomen. Hij is de baas van een heel groot korps. Maar dat hij toch ook wel iets meer had kunnen doen. Maar dat dat doortastend optreden ook achterwege is gebleven. Minister Van Tijn van Binnenlandse Zaken sluit in tegenstelling tot de commissie niet uit dat er ongeoorloofde onderzoeksmethodes zijn gebruikt. Maar vindt vooralsnog dat er geen koppen hoeven te rollen. Er zijn fouten gemaakt. Iedereen maakt wel eens fouten. Maar ze waren niet fout. De commissie Wieringa is wel tevreden over het IRT zelf. Ze meldt de indruk te hebben dat het een capabel team was. In Amsterdam is fel gereageerd op de conclusie van de commissie Wieringa dat het IRT er geen ongeoorloofde werkmethodes op nahield. Volgens de Amsterdamse hoofdrolspelers was dat wel het geval en was dat ook de reden om het IRT-team op te heffen.